Welkom bij de Nebios Gaming Vlog. Dit is, ik heb een papegaai op mijn schouder. Cool zeg, hè? Yay! Let's go! De vloglife is weer begonnen. Ik ga weer zo werken, ja. En, nou, dat wilde ik vertellen. Oké, ik moet even mijn snor, ik moet even gaan scheren. En mijn, ja, een visekje, het is een soort van... Bijna niks, je ziet het niet eens op camera. Maar ik heb toch weer een broodje gefixt. Ja, een soort van broodje. Ik ga het zien, ik ga het laten zien. Ik heb een heerlijk hamburgertje. Ja, och. Och. Ja, dat ziet er toch weer goed uit. Broodje van maanden. Wel erg lekker. Ik naar de fysio gaan, want ik heb te veel spierblessures. Nou, fysio zegt, oké, is goed. Je gaat minder kracht doen, je gaat meer conditie doen en meer... interval, dus dat je 2 minuten bijvoorbeeld iets doet en dan een minuut weer afkoelt en dan weer 2 minuten iets doet en dan 1 minuut weer niks doen. En daarna ga je, dat doe je 30 minuten en daarna ga je 20 minuten duur doen. Dat houdt in dat je gewoon 20 minuten aan één stuk door hetzelfde tempo iets doet. En nou, ik dat doen. Ik braaf doen, dat moet ik dus een week doen. En ik ben lekker bezig. Interval, 10 minuutjes en ik denk, I'm gonna kill this. En na 15 minuten dacht ik, het is een gonna kill me. En toen moest ik nog de 15 minuten. Nou, dat is wel goed afgelopen. Even 10 minuten moeten rusten, van poeh. Daarna, roeien. Dan dacht ik in het begin weer, I'm gonna kill this. En na 20 minuten, of na 15 minuten dacht ik, ik moet nog godzijdank maar 5 minuten. Maar poeh, heel mijn armen begonnen te branden. En poeh, sport van de week. Leuk. En na dit sportfiasco heb ik nog even een mededeling. Ik ga F1-22 gewoon uploaden. F1-2022, oftewel F1-22. Een game waar ik naar uitkijk dat ik hartstikke veel ga uploaden op dit kanaal. Ik heb er echt zin in dat het gaat gekomen. Vanaf 28 juni, wanneer de pre-access er is, dan ga ik opnemen in de ochtend, edit en hoop ik hem in de avond online te hebben. Even kijken, neemt Audacity op? Audacity neemt op, mooi. Dan gaan we gewoon eens even de trailer bekijken waar ik zo hyped over ben. Ja, dat is het eerste wat natuurlijk al meteen opvalt. Nieuw circuit, al die auto's. Oh, ik heb een compleet nieuwe handling. Het rijdt niet als de vorige jaren, de auto's. Dat is natuurlijk ook een hele nieuwe auto. Ja, kijk dan. De auto. Ik wil even kijken, bijvoorbeeld hier is het niet, dit is niet het beste shot. Maar de auto's zijn zo bizar altijd. Het is zoveel meer een racer en zoveel meer een raceauto geworden. Ook al is er veel kritiek. Ik ben er een voorstander van. Ik vind het zo'n ziek design. Al ten eerste, kijk hoe mooi die auto's eruit zien. Kijk hoe het is. Formule 1 sprint, dat is wat hieronder staat ook. Dus je gaat ook sprintraces krijgen. Dat houdt in dat je heel kort eventjes een hele korte race houdt. En dat je dan daarmee, je kwalificeert vierde en je wordt in de sprintrace. Dus je, in die korte race word je dus eerste. Dan mag je op de echte race, de hoofdrace, mag je eerste starten. Ja, dus een nieuw broadcast effect natuurlijk. Dat is ook wel geweldig. En, inderdaad deze dingen, ja. Je gaat dus nu normaal, als je naar de startbaan reed, dan reed je dus al met, dan nam de computer het over. Nu is het geval dat jij zelf daar naartoe mag gaan rijden en zelf mag neerzetten. Dus bijvoorbeeld, dat je net voor het randje, net precies perfect staat, dat je meteen goed staat. En dat je iets misschien verder staat dan de rest, omdat je helemaal perfect op aan het randje staat. Maar wat ook geweldig is, is dat je zelf moet insturen bij de pitlane, of bij de pitstop. Dat is wat hier gebeurt. Kijk, hier is wat ik over te starten. Hier is hoppakee, naar binnen gaan en dan turning op de mol en dan heb je een snelle pitstop. Wat ook geweldig is, is dit hier. Ze gaan fouten maken. Dat is echt geweldig. Dat is leuk. Dat is niet leuk terwijl het gebeurt. Maar dat geeft wat extra realisme erin. En wat extra dynamiek. Dus heb ik heel veel circuits die niet echt veranderd zijn. Die zijn hier ook veranderd. Het zijn echt verbeteringen. Echt leuker om in race te gooien. Vooral Abu Dhabi is een geweldige vooruitgang geweest. Zoals je hier ook ziet. Het nieuwe circuit van in Miami. En je hebt F1 Live. Dat is dus dat je zelf kleding kan gaan kopen. Je eigen personage inderdaad. Zoals je ziet. Om een shit kan geven. Auto's kan je rijden. Ik weet niet hoe dat precies in elkaar zit, maar je hebt je eigen appartementen in te doen. Maar zoals hier, je hebt auto's te kopen. Zo, goh, zo gaaf. En je trofeeënkast.
Ik zeg My Team. Maar dus, dat is dus precies wat ik ga doen. Ik ga My Team uploaden. Geen normale career mode, maar My Team. Dat je zelf je eigen team kan oprichten. Zelf coureur bent ook in je eigen team. Ja, het is echt inderdaad een nieuwe area. Klopt. Hier staat dan 1 juli. Maar dat houdt eigenlijk iets meer in. Dat is de officiële release. En als je meer betaalt, dan krijg je 3 dagen early access. En wie heeft die 3 dagen early access? Ja, echt geweldig. Ik heb echt zoveel zin in deze game. Beter op mijn tong. Maar ja, ik heb hier toch zo bizar veel zin in. En ook het nieuwe circuit dat hier bijvoorbeeld als thumbnail op deze video staat. Hier deze hier. Goh, ik heb er zoveel zin in. En dus dit is ook een kleine teaser. Kleine korte aflevering. Korte video die ik upload. Ja, echt geweldig. Ja, heel veel zin in. Ik wil dan nog deze video afsluiten met wat ik de komende video's mee ga afsluiten. Toch nog even hebben over Brawls in Christ. Heb je vragen over het geloof? Ben je gelovig en denk je van, nou, ik kan misschien wel iemand gebruiken waar ik met geloof over kan praten of wil vriendschappen creëren? Kan je altijd naar Brawls in Christ gaan. Linkje in de bio. Linkje in de beschrijving naar Instagram. Houdoe.